Even serieus, hoe mooi is dit hotel? Mooie spiegel. En ik draag de Reiner set. Oh, dit is echt de kerst op de taart van de Van Kerstelijke collectie. Kijk dan. Het glinstert ook zo mooi. Het klinkt in ieder geval gezellig. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Jawel, jawel. Van de Reiner's zusjes. Vergeet niet te liken, te abonneren en voornamelijk te commenten wat jullie nog meer willen zien. Dan nemen wij dit zo snel mogelijk voor jullie mee. Ja, wat jullie allemaal deze wekenvlog gaat zien, is dat we naar Havenleek gaan met een hele gezellige familie en vrienden. Ik ga naar Ibiza met Mike en Rock en je ziet hiervan deel 2. En we gaan ook even inpakken, want ik ga momenteel op vakantie naar Spanje. Dus je ziet heel veel kantoorbeelden ook, we hebben leuke reels opgenomen. Dus alles door elkaar heen, maar voornamelijk even vrije tijd en vakantie. Voorbereidingen. Dus blijf kijken, blijf abonneren en duimpje omhoog. Wat zie je? Een hele grote raceauto, hè? Het is nu alweer dag 3 bij Oku. We gaan nu lekker ontbijten, maar Rocket ziet ondertussen deze prachtige raceauto, hè? Ja, de boot gaat zo hard. Gaat heel hard, de boot. Nog een boot? Hoe lekker. En wat gaan we eens bestellen? Nou, ik heb dus al het taart dingetje ontdekt. En die lijkt me heel lekker. Die lijkt me heel lekker. Die lijkt me heel lekker. Mag ik taart eten? Wil je een taartje ook eten? Ja. Ga ik bestellen voor jou. Wat voor taart zijn er heerlijk aan het eten? Bij Elsje en Vito. Aan de hamburgers. Like usual. Niks veranderd sinds we hier moeten zijn. Is het lekker, Rocket? Lekker? Ja. Ja. Oké, we zijn bij het beruchte Casa Yondal. Het is heel warm. En ik zie daar al de off-white kussentjes. En al mijn tinten hier, dat is wel heerlijk. Okay, alles is hier off-white, zelfs een kleine rokje. Die matcht helemaal mooi bij de winkel, hè? Mooie spiegel. En ik draag de Reiner set. Hoe mooi. Pas op, Rock. Is het hier? Wel heel veel stenen, maar niet bij de zee. Lieve Rockje. We wachten op een taxi en dan gaan we weer naar het hotel. Echt een Ibiza jongetje, zo met zijn pasha bekertje. Ja, heb je een leuke vakantie, Rock? Ja. Ja? Heb je het gezellig? Buiten zingen. Ging je buiten zingen? Ja. Oh, en wat heb je nog meer gedaan? Spelen. Met de motor gespeeld en wat nog meer? Met auto spelen. Oh, met auto gespeeld, hè? En je hebt ook nog gezwommen, toch? Ja. En heel veel eten. Heel veel eten. Ja. Even serieus, hoe mooi is dit hotel? Het is toch waanzinnig? En daarachter, dit hoort ook nog allemaal bij Oku. Dit is een ander hotel van Oku en waar wij nu logeren. En wij dragen onze heerlijke badjes. En Rob ligt lekker te slapen. Wij zitten lekker op het balkon. Aan de water. En de nootjes. Een ontbijtplekje gaan we missen. Hé, Rock? Hoe lekker. Allerlei tafels. En dit is ons zwembadje van vandaag. Oké, we zijn gearriveerd. Bij Casa Maca. Een van Mike's lievelingsrestaurants. En de mannen zijn helemaal mooi in pak. Hé, Rock? Dit is echt geweldig. Maar we gaan niet in de volle zon zitten, hoor. Goh. We zitten heerlijk bij Casa Maca. En Rock is een fan van Fanta nu door mij. Natuurlijk helemaal niet gezond. Maar hier is het zo warm. Nog meer? Nog meer? Dat ik het wel fijn vind als hij een beetje suiker heeft. En dat hij niet heel erg... Ik kan veel. Oh, je kan alles zelf tegenwoordig. Ja, alleen oké, we gaan ons nu omkleden in het hotel. Je krijgt daar een speciale kamer voor als je zeg maar vroeg moet uitchecken. Dan krijg je hier een kamer toegediend waar je nog even kan opfrissen voordat je de vliegtuig ingaat. En hoe mooi is het hier. Oké, we zijn helemaal fris en fruitig omgekleed. En we gaan nu naar huis. En daar is papa.
kreeg ook de eerste vlog heel veel vragen over waar je allemaal bent geweest. Misschien dat je dan kan vertellen wat je in deel 2 vlog bent. Ja, nou, voor Ibiza is momenteel natuurlijk hartstikke bekend en populair. Dus eigenlijk moet je overal reserveren mocht je iets willen doen. Helemaal aan het hoogseizoen. Helemaal, of je moet echt iedereens nummer hebben van een strandtent. Dan hoeft dit natuurlijk niet, maar dat heb ik eigenlijk niet van elke strandtent. Nee. Dus in Ibiza, ik ben inmiddels nog een keer geweest. Dus ik moet eventjes denken wanneer ik de eerste keer. Het klinkt heel verwaand, maar het is wel zo. Ik ga nooit op vakantie. Nee, dat is waar. Nee. Nou, verbleven voor alle vragen in Oco Hotel. Dat is echt waanzinnig. Het is niet per se een kinderhotel. Dus het zwembad voor kids is gewoon relatief rustig. Ja, geen glijbaan. Geen glijbaan of te veel kinderen. Ik vond het heel erg relaxed zelf. En Rocket die vindt het al hartstikke leuk om daar met het speelgoed te spelen. Ja. En ik vond het waanzinnig met het ontbijt. En maar je vindt het ook wel juist lekker dat je echt een kinderpool hebt. Dat je niet mensen hebt die gaan springen. Of nee, zeker. Dus vice versa. Ook voor de mensen die zitten gewoon aan het zwembad, die weten ook, want sommige mensen willen dan wel rustig. Het is gewoon een kids area. Dus die vinden het dan ook niet erg als er bijvoorbeeld wel wordt gesprongen door kindjes. Nee. Dus voor alle vragen en als je het kan veroorloven, zou ik zeker ook wel aanraden om te slapen in Ibiza. Het is echt van top tot teen. Je hoeft eigenlijk niet weg ook. Maar wij hebben gedaan, even denken, we zijn naar El Chiringuito geweest een dag. Ja. Daar heb ik toen met de Reiners stond bij die geluncht. Toen zei ik ooit eens, ik wil er naar terug. Ja, en ben je geweest in Rockmai. Ben ik geweest en het was echt heerlijk liggen. Alleen die dag was er heel erg sterke wind en zee. Dus we konden de zee niet in. Oh ja, dat is wel dat is op een bloedhitte dag natuurlijk wel wat jammer. Maar we hebben gewoon lekker die dag onder een parasolletje gegeten en het heerlijkste eten besteld. Want je kan daar wel heel goed eten. Ja, en toen ben je daarna naar Yondal geweest. Volgens mij vind je dat wel leuk. Yondal vind ik echt, ja, het is dus J in het Spaans. Dus het is Gondal volgens mij. Gondal. Maar ja, ik zeg gewoon Yondal. Casa toch? Casa? Casa Yondal. En Cala Yondal, dat is echt de steek. Oh, okay. Maar goed, ik spreek dan verkeerd uit, want ik ben niet Spaans. Maar ik had voor Rocket helemaal een off-white setje gekocht. Ja. Dus de mensen die toen we aankwamen, zeiden helemaal, oh my god. Die zagen Rocket zo met het bucketheadje en helemaal in off-white, die mensen er helemaal tussen. Voor mensen die niet weten off-white, waarom ze we daar nu? Oh ja, Yondal's thema van het strand is nu off-white, dus die hebben samengewerkt. Dus alles is daarvan off-white print. Het is wel leuk om in te spelen als je het hebt. Ook. Ja, en ze hebben daar dus een hele mooie winkel ook gelegen. Nou, Rocket kreeg ik daar niet meer weg. Die vond het zo... Oh, ik moet even mijn geluid uitzetten. Die vond het zo leuk om daar rond te lopen en met al die vrouwen aandacht te krijgen. Dus daar hebben we wat itempjes gekocht. Ja, ook voor mij. Ook voor jou. En ik heb daar hele mooie geurkaarsen van Yondal zelf gekocht voor in mijn huis. Dus ik kan het nog even filmen. Ja. Ik zocht nog namelijk crème kaarsen en die kon ik nergens vinden bij bouwen op nergens. Maar normaal ben jij niet van de rood. En dat, nu is het wel leuk. Ja, ik ben wel van de rood. In je huis? Nou, niet per se in dingen, maar ik hou zelf wel echt van rood. Okay. Met rode rozen erbij, helemaal het complete plaatje. Ja. Dus Yondal. En toen konden we daar niet liggen, want het was helemaal volgeboekt. Dus we hebben echt geluncht, maar... Waanzinnig. Het toetje. Ze hebben dus een toetje van een ananas. Ja, ik heb hem gestuurd. Met crème brûlée los en mango sorbet los. Nou, het is echt... Helemaal. Oh, ik heb het dus, de laatste keer heb ik het dus niet besteld. Oh, niks voor jou? Ik kwam thuis in het hotel en dacht ik, oh mijn god, het toetje. Maar goed, dat vond ik dus heel leuk om te eten en te liggen. Dat is vrijwel voor te liggen ook nog wel te doen. Je hebt een minimum spend van 80 euro. Dus als je je daar gewoon aan houdt, dan is dat gewoon voor Ibiza zijn er goedkoop. Ja. Dus je gaat uit eten? We gaan uit eten bij Casamaca. Oh ja, Casamaca. Dat vind ik echt onwijs leuk. Alleen doordat we Roek hebben, gaan we niet te laat uit eten. Dus om 6 uur. Of zo hou je niet echt mee dan. Nee, eigenlijk is Casamaca het leukste. Een beetje rond 8 uur, 9 uur wanneer het donker wordt. Met al die mooie lichtjes en kaarsjes. Ja. Maar nu was het alsnog hartstikke leuk. Het eten is wel heel lekker, maar ik vond het dit keer wel echt veel duurder dan vorige keer. Oh. Dus ik zou er niet zo snel nog een keer heen gaan. Nee. Maar wat ik ook zeg, in de avond is het sfeertje wel veel leuker. Maar met Rock hebben we dat gewoon niet gedaan. Nee. Toen had ik wel heel mooie Defcon dress aan in het crème. Ja. En... Ik eigenlijk op de Instagram-account zie je een beetje jaloekjes van die pizza. We altijd wel Reiners. Ja, altijd Reiners gecombineerd. En het was wel echt een hittegolf. Dus ik kon niet alles aan van Reiners. Maar wel zoveel mogelijk. Zo, daar zijn ze weer hoor. Daar heb je ze weer. Waar is mijn tas? Oh, daar. We zijn de nieuwste collectie. Ja, we zijn even leuke reels maken op kantoor. En in de tussentijd gaan we ook vanavond naar Haven Lake. En dan zullen we ook meteen kijken wat we aan hoeven vanavond. En elke aanzicht van reis wat we aan hebben, denken we, oh, dat is ook leuk. Dat is ook wel heel leuk. Ik ga twijfel of ik niet gewoon dit aandoen. Sorry voor de mes op de stoel. Maar ja, ze kennen ons. Hoe leuk is dit? Ja, dit is wel echt een lookie lookje. Want het is wel lekker weer, maar de zon is totaal verdwenen. Ja, het is een beetje bewolkt. Laat even van de andere kant onze outfitjes zien. Kijk.
We hebben de enige reddingsvloes aan. Het is one size. Oh. Als deze vlog online komt, staan ze online. Dus ik zou zeggen, shop till you drop. Ze zijn €119,99. En je hoeft hem natuurlijk niet in je broek te tukken. Maar dat vinden wij echt enig. Dat vinden wij heel leuk. En dit zijn echt onze pareltjes. Ja, dit zijn onze pareltjes. Dit is echt de kers op de taart van de Van Kersen collectie. Kijk dan. Het glinstert ook zo mooi. Ja, het is echt enig. Je hoeft er helemaal geen moeite voor te doen. Dus we gaan even jullie meenemen op kantoor. We gaan reels opnemen. Zo ook even de backstage beelden. Filmen. En we gaan vanavond naar Haverleek met een hele leuke groep. Dat gaan we ook meenemen. En dan gaan we ons ook weer omkleden. Of ik hou dit aan, maar ik ben nog even blijven. Ja, we gaan eventjes hier de outfit laten zien. Oké. Nou, dit is altijd ons welbekende hoekje voor de reels. En dit is dan allemaal niet zichtbaar. Maar we ook gewoon netjes kunnen opruimen, maar hey, nee. We zitten verder echt midden in ons inkoopseizoen. Dus ik kan de rest van de kantoor niet laten zien, want er allemaal nieuwe collectie is. Nee, de tasjes had je al een soort van bij sneak peek andere... met mijn make-up. Dus dat is dan ja, wel een mazzelpikje. Dus ik ga eventjes je alles even goed laten zien. Lavens van Boberen. Die zijn nu in de sale trouwens, met 50%. Is dat zo? Ja, ik zou even wennen. Volgens mij zijn er nog maar 2 maatjes. Maar oh, leuk. Ze zijn waanzinnig. Ja, helemaal bij de Rijnders collectie. Metallic, roze, wie wil het niet. Zijn ze al weg, hè? Dus helemaal Barbie-fied. Shoot the messenger. Nee. Oké, nou, let's roll. Is mijn haar goed? Ja. Nou, hoe mooi dit is. Ik wil eerst even de broek laten zien, Jill. Want die broek is echt amazing. We hadden hem vorig jaar in de PU. En nu in vinyl. Ja, bij de billen zit het echt amazing. Het is heel draagbaar, stretch. En hij is, zoals je kan zien, lang genoeg om over de gimpen te dragen. Echt enig. Met die blouse zo. En die blouse is nu geknoopt in plaats van dat we hem voor laten hangen. Ja, en ik doe de manchette express naar voren. Ja. Tasje moeten jullie nog heel veel wachten, maar deze look is gewoon al verkrijgbaar. Enig. En Jill dacht nu weer een nieuwste outfit. De Rijnders blouse zonder dat hij geknoopt of ingetukt in de jeans. Je ziet nu echt hoe het oversized zit. Met onze wide leg gecombineerd. Die komt wat later augustus binnen. Het is ook echt een heerlijke fit. De blouse is 119. En Rijn staat hier mooi gedrukt. Gedrukt? Geborduurd. Geborduurd. Kom even. Geborduurd. Enig. En de knoop staat ook subtiel Rijnders met toon op toon. Zo schattig. Enig. En ze zijn nu online, girls. Dus als jullie deze vlog bekijken, is het online! Madhouse! Last but not least. Blue. Blue. I choose you. Choose you. Wat zijn wij corny, zeg. Oh, weer Engels. Maar is het international? She had mijn auto nodig, dus ik sta hier met mijn blote benen. Filmen. Heel flatteus. Heel flatteus. Nou, maar gaan ook nu... dit outfitje is geweldig. We gaan nu even kijken wat we vanavond aandoen naar Haverleek. Wat een ellende. We hebben te veel leuke dingen. Niet ja, ik heb wel aan een hele mooie broek van Mike gekregen. Ja, die ga je nu even aandoen. Dus ik kan iets met Rijnders. Ik vind denk de witte blouse wel heel fris staan. Ja, misschien wel. Knoopt gewoon nog. Verder gaan we eigenlijk op kantoor gaan wij leuke reels opnemen. Want toen was die collectie eigenlijk van de blouse binnen. Ja. En daar zijn we natuurlijk echt mega excited over deze collectie. Vinden wij sowieso echt één van de leukste collecties. Dat zeggen we elk jaar, maar gelukkig wordt het ook elk seizoen leuker. Normaal gesproken heb ik altijd wel dat ik denk, nou die stijl wil ik niet naar huis. Nou, nu heb ik echt elk item in mijn kast hangen. Ja, het is echt erg. Het is alleen wel jammer dat het nog wel slecht, nog wel mooi weer was. Maar nu is het dus slecht. En John is helemaal happy. Ja, jullie zullen wel denken, ze zijn gek. Maar wij kunnen eindelijk onze wel winter aan. Ja, eindelijk. En we kunnen dus niet wachten tot Marie eruit binnenkomt. Als jullie deze vlog zien, is het helaas nog niet online. Nee, maar de week erop wel. Beetje. 5 dagen dan. Nog 5 dagen. Ze komt vrijdag allemaal online. Dus alle sets, alle jogging, alle diamanten t-shirtjes. De sieraden en tassen nog niet helaas. Nee, die komen weken erna. Die komen die week erna weer op. En mijn set, ja, dat heb ik dus ook heel veel in Ibiza gedragen. Is het Destroyed. Ja, alleen de broek vond ik ook hartstikke leuk met een bikinietje. Want die schijnt ook een beetje semi door. Ja, dat is leuk op het strand. Ja, dus eigenlijk wordt er ook heel leuk gereageerd op onze collectie. Ook door een hele brede doelgroep weer. Dus we zijn echt heel happy mee. Ja, dank jullie wel. Heel blij mee. En maar iets. Ik ken deze helemaal niet. We hebben natuurlijk allebei Rijnders aan. We zijn bij Haverleek en de rest van onze crew. Is het er misschien al? Oh nee, even kijken. Het klinkt in ieder geval gezellig. Ik mocht gewoon niks zeggen. Wij wachten op de rest. Het begint straks. Wij zijn on time. Goedemorgen! Ja, ik kom eraan. Ik ben.
meteen op weg gedaan. Zijn nog steeds niet en honger. Ik ga zwemmen in de Kaaijemmer. Ja! Wat doe je met me? Dames en heren, we gaan het nog één keer doen. Voor de allerlaatste keer, maak geen ruzie. En rijd niet rond naar huis. Nog één keer, genoeg. 3, 2, 1. Ik ga zwemmen in de Kaaijemmer. Een echte tijger. Allerleukste feestje van het jaar. Dat was weer. En we hadden heel erg mooi weer. Gelukkig geen regen. Was havenleek. Eerste keer dat jij mee was. Eerste keer, want vorig jaar was Lima net een maandje oud. Twee maandjes. Toen vond ik het nog een beetje spannend. Had achteraf wel gekund. Maar ja, met een nieuwe baby vind ik het toch altijd lastig. Als je dan toch een uur op afstand bent. Ja. Dus ik had er helemaal zin in. Helemaal excited. Ik wist niet wat ik aan moest. Maar uiteindelijk heb ik de Devon dress aan in het zwart. En het was echt wel een top outfitje met lange mouwen van de avond. En wat had jij ook weer aan? Oh, ik had de mooie Gigi jumper aan het creme. Ja. Met Atico broek. Voordat er met al die stenen. Dus het is niet van Reinders helaas. Maar het is een prachtige broek. Ik heb hem gekregen van mijn lieftallige boyfriend. Want ik zeg altijd dat ik dingen zelf heb gekocht. Maar voor deze nee. Nee, het is havenleek. We kennen die broers, kennen we. Die komen ook al bij ons op de shows. We doen er eigenlijk altijd onze overnachtingen. Ja, het is een super, is super gewoon leuk bedrijf. Super mooie locatie. Tot en in het puntje is ook weer geregeld. Wat een hele mooie boot. Voor de mensen die het niet die havenleek kennen. Het is zeg maar in een haven. Havenleek. Ja. In een haven. En dan hebben ze dan boten staan en leuke tafels. En dan doen ze een heel leuk feest met allemaal feest met bekende zangers. Ja. We hadden dan Dries Roefink, we hadden Brees, Jeffrey Hees en Mart Hoogkamer. Ja. En we hadden onze eigen boot met hapje. Ja, het was één chaos. We hadden best wel veel mensen meegevraagd. Alleen heel veel mensen moeten ook natuurlijk gewoon werken op de donderdag tot 6 uur. Wij zelf natuurlijk ook, maar wij kunnen eerder stoppen. Ja. Dus wij waren als eerste aanwezig samen met mijn vriend Mike. Jij was helaas ziek die dag, ja, anders zou je ook meegaan. Dus, en Romee en Daan ook, dus die konden ook op een last minute mee. Dus ons vriendin Loesje met Rafiek gingen mee. Chris en Max. Chris en Max is onze neven, of nevenvriend. En dan ging Lore mee met Jan, dat is ook weer een nicht van ons, dus dat was echt super leuk. Ja. En het leuke was ook dat Shahid was ook op havenleek met zijn Samantha. Vrouw Samantha. En zijn business partners, dus het was één chaos en één... Maar je ziet sowieso heel veel leuke mensen ook die daar zijn. Ja, dat was er ook natuurlijk met een mama en een zus. Dus ja, dat was heel gezellig. Je komt sowieso altijd leuke mensen tegen dan. Jelly Cabau was er ook. Ja. In het verleden hebben we nog samengewerkt. Dus het was één heel leuk sfeertje. Ja. Ze organiseren het goed, het eten is goed. En voor mij is het helemaal top, het is om 11 uur afgelopen. Ja. Dat is echt mama tijd. Ben je 12 uur thuis en heb je een hele leuke avond gehad? Nou, ik wilde het liefst elke dag. Sorry. Ja, dat was wel, het was echt wel... Tot in de, dus Arjan... Super, thank you voor de invite. En het was echt heel erg gezellig. Kun je wachten tot volgend jaar? Nee, echt leuk. Dus ik vind het altijd het leukste feestje van het jaar. Naast onze feestje in de feestje. Zo, het is vandaag vrijdag. Oh, wel opletten. Ik heb net heel snel even mijn zandjes gehaald voor kantoor. Het is een beetje hectisch, want ik ga maandag op vakantie. Maar volgende week komt onze drop binnen, wat ik aan heb. De hoodies en de cargo's. En ik ben er niet. Dus je moet alleen shooten. Dus we zijn alvast een beetje reels aan het opmaken vandaag. Om te posten. Zodat ons Instagram content gewoon allemaal doorgaat. En ik ga nu Jules ophalen. Ik draag de hoodie. Je ziet er nog niet heel veel van door mijn haar. Dus ik zou het beter filmen. Ik heb weer mijn haar in de rollers gedaan. Als jullie ons op Instagram volgen. Ik heb nu rollers gekocht. Van Olse Gilson Beauty. En dat doe ik dan gewoon in de ochtend in nadat ik mijn haar heb gewassen. En het blijft niet zo goed zitten zoals nu het nu ziet. Maar wel gewoon de hele dag volume en slag. Dus dat vind ik ook wel echt wel top. Ik denk als ik die rollers 2 uur in mijn haar hou, dat het wel echt de hele dag blijft zitten. Maar dat geduld heb ik natuurlijk weer niet. En ik heb natuurlijk ook best wel dik haar. Dus ik denk
voor de mensen die wat dunner haar hebben, dat het wel echt helemaal top is. En dit is geen spam. Spon bedoel ik. Ik heb het gewoon zelf aangeschaft. Oh, mijn auto is altijd zo'n troep. Die tas neem ik overal mee. Dat is echt mijn lifesaver. Ik heb niet eens eigenlijk gekeken hoe ik eruit zie. Ik heb meteen die rollers uitgedaan. En croissantjes gehaald. Dat is toch enig. Ik vind mijn haar ook echt super leuk. Ik heb het nog één keer donkerder laten verven. Het is een toner voor alle vragen. Want ik durf nog niet echt mijn haar te verven vanwege de uitgroei die je moet bijhouden. Ja. Maar wat ga je nou doen? Ze vraagt of ik eruit ga. En dan gaat ze... Ja. Ik ga er wel omheen. Zo. Dus ik ga straks lekker mijn koffers inpakken. We gaan na kantoor nog even langs Romee. Want ik ga een week weg. Dus dat vind ik ook niet leuk als ik Romee en Bel nog niet heb gezien. En daar natuurlijk. Dus na de kindjes hun slaapje ga ik meestal altijd naar huis toe naar kantoor. Dus om 3 en 4. En dan rij ik weer terug naar Zandvoort. Want Romee woont daar niet sinds hun huis is verbouwd. Ik ben zo blij dat het eindelijk dit weer is. Dat ik de lijnersprintje aan kan doen. Daar ben ik echt helemaal excited voor. Het is ook zo druk overal. Ik heb zin in lekker de vakantie. Dus ik ga jullie vandaag even meenemen naar kantoor. Normaal vergeet ik altijd te filmen, maar ik beloof dat ik nu even alles op film zet. En voor onszelf natuurlijk. En deze is dus al live, maar dat komt de stijl die ik aan heb, die zijn pas volgende week. Nog heel even geduld hebben voor alle vragen, die ga ik sowieso natuurlijk krijgen. Maar deze body warmer is echt amazing, die draag ik echt elke dag. En ik ga nu shoppen. Dank jullie wel voor het kijken, we zullen snel weer volgen met een nieuwe vlog. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Love. Love.